It's unclear where, with an open prison, it's like, where does it actually begin and end? Oh, this is the sauna? Yes, it used to leak. Wow. Finland is so famous about. Then that's the family house upstairs. We don't care how good inmates they are, we only care that they survive after this. Now that we have now changed to our system so that there's no food at all, no breakfasts, no nothing, prison serves absolutely nothing, so we are not working as an institution again. We are working like a normal people. And I asked this year the inmates that, how do you feel now that we don't have any meals and we don't have the meal room, lunch room for everyone and all that. Everyone eats in their own rooms or own kitchens and all that. Then they said, well, this is normal, this is great. It makes me feel like a normal person. Our officers never look down the inmate. That's the thing. They never look down. We are always on the same level at least. And we respect that these people are the best people to know what they should be doing with their life. We ask questions, we raise maybe some worries, maybe ask, is this really the road you want to go? But sometimes people decide to take a road that we might not want them to take. But still, we have to respect them as adults and human beings. In a long time. It's always really great. So we can enter. Oho. Dobrý, Mára už tam jde. Jo? Dobrý. Čau. Zapomněli jsme tam paní fotografku. Musíme pojď. It's like a safari.
was very important for us to do something, to have a new and effective way how to treat prisoners, how to change something in our practice. And it's also very important to humanize prison system, and this way of treatment of prisoners is such a great one. Z mého pohledu je vlastně důležitá ta individuální cílená práce s vězněnými na řešení jejich problémů již během výkonu trestu. Pochopitelně represe je velice důležitá, ale my tu otevřenou věznici, tu otevřenost spatřujeme v otevřeném přístupu k vězněným osobám. To znamená doprovázení, coaching. Konstatovat, že recidiva je vysoká a že je způsobená tím, že máme málo odborných zaměstnanců a že se s vězni nepracuje, to je trošku málo. Takže je potřeba to opravdu vyzkoušet. A to si myslím, že se nám tady daří. A je to postavené na tom, že vězeň, pokud se rozhodne, splní podmínky pro zařazení do toho projektu, tak na sobě musí pracovat. A především ta odpovědnost je přenesená na něj. To znamená, on je odpovědný za svoje chování, za svoje činy. Buď prokáže, že zde může ten celý projekt strávit, a v případě, že teda neprokáže, tak je vyřazen. Zatím bylo malé procento vyřazeno. A to si myslím, že je z těch hlavních rozdílů od pevné věznice ten způsob opravdu ty odpovědnosti na tu vězněnou osobu. Kam chcete, nebo na základě nějaké jediné zkušenosti? Bylo tam něco takového konkrétního? Bylo to až na podruhý, ale to bylo taková věc, že jsme dostali možnost vlastně chodit si pro nákupy ven mimo věznici. A díky tady na tom základě, na tom bodu, si člověk uvědomí opravdu, že ta svoboda i ve věznici je opravdu veliká. Tady, co se dostane člověk sem, tak se bojí udělat jakoukoliv hloupost. Bojí se, když člověk mu hloupě, neudělat něco tak, aby to člověka vlastně de facto neposlalo zpátky. Protože člověk, když se dostane zpátky, tak už se sem v životě nedostane na takovou dovolnost. No to je právě na základě těch odpracovaných hodin a za dobré chování. Pak to člověk si udělá ty hodiny, tak má, dejme tomu, za rok může potřebovat 20 dní na to, aby se dostal domů. Takzvané přerušení trestu. No a to se třeba i týden doma, že? Je to nádherný, opravdu. To je, člověk úplně vypustí, všechno má úplně jiné myšlenky, je tomu člověku hned líp, takže jako. Computación y hay el centro de los estudiantes ahora. There is a center of computers, computer services. De los terciarios, estamos en un pueblo. They have to greet because it's a small town. En los pueblos la gente se saluda. Here ¿no? in Uruguay we greet when we are in a small town. Y somos uruguayos. Yeah. We greet, we kiss.
Yo diría el absoluto respeto a los derechos y la posibilidad de que ellos puedan defender sus derechos. O sea, que no solo les damos derechos, sino que les damos la posibilidad que se organicen para defenderlos. Nosotros pensamos que la gente que está presa es nuestra gente también. Y tenemos la obligación ética de intentar hasta el final lograr que esta gente... Por lo tanto, para eso hay que poner arriba de la mesa todo lo que podamos, todas las religiones. Hey man, alles goed? Dit is een proeftuin van het ministerie van Veiligheid en Justitie in combinatie met de stad Amsterdam. Dit is bedoeld voor 8 jongens, tot nog toe jongens onder de 18, die preventief gehecht zijn. Je komt binnen, je wordt ontvangen door de huismeester en dan word je hier naar binnen gebracht. De tas, sleutel, gewoon dingen die je niet naar binnen mag nemen, word je hier achtergelaten. Dit is een vorm van detentie die beoogt om aan te sluiten bij het normale leven van de jongens. Dus wel je contact met je familie en je ondersteunende netwerkpartners behouden. Dus eigenlijk een leven leiden wat zo normaal mogelijk is. Nou, en dan verder zijn we hier. Woonkamer, bank, tv kunnen kijken. De keuken, dat is wel iets van KV. Je mag gewoon eten pakken wanneer je wilt, zeg maar. Het mooie van de kleinschalige voorziening is dat jongeren veel meer eigen verantwoordelijkheid houden. He, ze moeten zelf bepalen, ga ik naar school, doe ik daar mijn best, kom ik op tijd terug, hou ik me aan de regels daar. In de justitiële jeugdinrichting wordt eigenlijk alles voor een jongen geregeld. He. Daar is die eigen verantwoordelijkheid eigenlijk verdwenen. Dus dat is een heel mooi aspect van de kleinschalige voorziening. Daar zijn de jongens vanaf dag 1 van de plaatsing bezig hun leven weer op de rails te krijgen. Ik vind dat de jongens die hier zitten, die laten ook zien, er zijn jongens weggestuurd. Dus dat betekent ook dat er regels zijn van luister, als je hier niet past, pas je hier niet. Wil je kans pakken, we helpen we je graag. Dit is de time-out kamer die we hebben. Als de jongere bijvoorbeeld niet echt in de groep meer kan functioneren of er is ruzie of zo, dan kan je hier zeg maar zo lang als nodig terecht zeg maar, om rustig te worden, af te koelen. Ik ben er gelukkig nog nooit in geweest. Laten we dat zo houden. Dit biedt een kans, in vorm van een wake-up call, om jongens te helpen de juiste keuzes te maken en niet verder te verleiden in een vorm van criminaliteit. De jongeren moeten zeg maar zelf hun kleding kunnen wassen. Je neemt je wasmand uit je kamer mee naar beneden. Ga je hier je kleding wassen. Droger, alles zit hier. Binnen de KV gelden ook regels. Van 10 uur 's avonds tot 7 uur 's morgens gaat je deur op slot. Ononderhandelbaar. Je moet ook naar je school, je stage, je werkplek gaan. Dan hebben we hier boven de kamers van de jongens. Dit is mijn kamer. Hij is echt heel rommelig, mijn kamer, maar ik heb nog niet echt tijd gehad om het op te ruimen. Nou, ik maak muziek, dus ik schrijf hier zeg maar mijn teksten. Ik ga ook naar de studio daarvoor. Ik ben gisteren teruggekomen van de studio. Discussies met mezelf, doe het wel of doe het niet. Mama heeft veel pijn, maar nog meer verdriet. Doet haar beste te verbergen, maar ze weet dat ik het zie. Van het schoolplein naar de streets, breng het droga op de fiets. Als je in de kamer zit en je hebt iemand nodig of er gebeurt wat, heb je altijd deze knop, een rode knop. Zodra je erop klikt, zullen ze zeg maar een melding krijgen dat deze kamer gebeld heeft, zeg maar. Vanuit de start van de ontwikkeling van de KV zijn alle partners betrokken. Dus niet alleen de hulpverlening, de Raad voor de Kinderbescherming, gemeente Spirit zijn natuurlijk trekkende partijen, maar ook advocatuur,
en de rechtbank. En dat maakt dat het een heel mooi, breed gedragen voorziening is geworden, de café in Amsterdam. Waarbij we ook nog steeds, wanneer we op een dilemma stuiten gaande de ontwikkeling, we ook weer bij elkaar komen om daar met elkaar over te praten. In de voorziening werken 7 pedagogische medewerkers en 6 huismeesters. Er werkt een gedragskundige, een jeugdhulpspecialist heet dat hier. Je moet ermee leren omgaan om zeg maar je verantwoordelijkheid te nemen van als je weg wil gaan, ga weg. Weet je, het is zo moeilijk, is het echt niet. Ik ga bijvoorbeeld morgen moet ik werken, ik kan nooit terugkomen. Maar is dat wat ik wil? Gaat mij dat helpen? Nee, want zodra ik gepakt word, moet ik wel naar een jeugdinrichting. Dus ik denk dat iedereen dat besef hier ook wel heeft. Je stelt jezelf op de proef. Is dat de moeite waard? Hier hebben we een kantoor van de pedagogische medewerkers. Dit is het kantoor waar de huismeester zich bevindt. Als je telefoon moet opgeladen worden, doen we dat ook hier. We hebben bewust gekozen om niet te werken met groepsgesprekken. Om op enige wijze de groep als begeleidingsmiddel in te zetten. Maar constant met die individuele jongeren te werken, dat kan in de vorm van een gesprek, maar dat kan ook zijn dat je samen boodschappen gaat doen. Dat kan ook zijn dat je samen een afspraak maakt om je moeder hier uit te nodigen, omdat die misschien wel door een moeilijke periode heen kan helpen. Dat moet je altijd vanuit de individuele jongeren ook dan inrichten. Als er bijvoorbeeld iemand voor je op bezoek komt of visite of zo, kan je ze hier ontvangen, want het is niet altijd mogelijk om in de woonkamer te zitten, zeg maar te zitten, je bent hier met andere jongens, zeg maar. En als je moeder komt of je zusjes komen, dan is dat natuurlijk niet echt de plek waar je ze wil ontvangen. Dus. Wat ik het mooie vind van de kleinschalige voorziening is dat ik ook als jeugdofficier ga nadenken over waarom moeten jongeren vastzitten en wat is de meerwaarde ervan. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook een jongen die iets slechts doet, dat het toch beter met hem gaat. Dat we zijn leven weer terug op de rails krijgen. Ik geloof zelf in de kracht die de jongens zelf laten zien in het regie nemen over hun leven. Ik denk ook dat de jongens de grootste ambassadeurs zijn van de KV. Daar kan ik echt niet aan tippen en niemand niet. Het verhaal wat zij vertellen is het enige overtuigende verhaal. Ik heb met elke jongen die hier zit, heb ik wel eens woordenwisseling gehad. Of gewoon dat je denkt van op dit moment kan ik wel een glas op je hoofd slaan of zo. Maar het zit in je achterhoofd. Als je hier vecht, dan is je kans weg, weet je. En dat neem ik dan mee wanneer ik buiten ben. Als er weer zo'n scenario komt. Als ik erin kom, kan ik zeggen, weet je wat, doei, ik hoef dat niet. Dus dat heb ik hier wel echt meegekregen. When you imagine organizing detention in detention houses, it gives big advantage in regard to this system. The first big advantage is that it is small scaled. When you organize detention in small scale, of course you can pay much more attention to the prisoners themselves. In this prison, the attention is taken away for the system. A second advantage of the system is that you can, when you organize detention in detention houses, you can differentiate. In these systems, differentiation is nearly impossible. Everyone has to undergo the same rules and the same safety rules also. When you can differentiate, you can differentiate on the level of security. You can imagine detention houses that are well and firmly secured,
You can imagine detention houses that are open and everything between. Not everyone in this system needs all these security measures. And it, in fact, it costs a lot of money, and this money could be spent to organize guidance for these people. And a third advantage of organizing detention in detention houses is that you can connect much easier to society, to environment, which is very important. Because you can learn to swim on a chair in your living room, but once you have touched the water, probably you will sink. So it's good when you have to reintegrate people that you do this with the help of the environment. And the detention can also help to enrich the environment, because you can imagine a detention house with a shop where the vegetables are sold that has been grown in the garden, for instance. You can imagine a detention house with a bike repair shop or with a dog asylum. So it is a two-way interaction between detention and society and the real concrete environment. So this crazy idea became a concept, and we decided that we would realize it, not keep it in the books. The next big thing will be a lot of small things. I thank you for your attention.